Glittermara. Zo, nu zijn we weer met een nieuwe aflevering van Glittermara. En deze keer zijn we op een hele speciale avond. Namelijk een benefiet voor de kledingbank. Georganiseerd door Women at Business. Een aantal succesvolle vrouwelijke ondernemers. En het wordt best wel een feestelijke avond, maar met een serieuze ondertoon. Dus To, misschien kan je vanavond wel een beetje normaal doen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Glittermara. Je kan me klapperende oren niet geloven. Normaal doen in dit programma. Daar komen we later misschien op. Ja, de opbrengst die gaat naar de kledingbank. En zeker in deze tijd kunnen dat soort instellingen natuurlijk wel een steuntje in de rug gebruiken. Een goed doel dicht in de buurt vinden we dus belangrijk, omdat je niet altijd beseft, niet iedereen beseft van armoede is ook dicht in de buurt. En dan gaan we ieder jaar dit evenement terug laten komen en een goed doel in onze eigen regio ondersteunen. Met zo'n horrorwinter achter de rug kom je natuurlijk al snel uit bij de organisatie die zorgt dat afgedankte vodden uit de binnenstad een nieuwe bestemming krijgen bij de mensen die het goed kunnen gebruiken. En hoe moet ik me dat nou precies voorstellen? Want eerlijk gezegd ben ik nog nooit bij een kledingbank geweest. Maar... Oh, waar heb je dat stewardessenpakje uit de jaren 50 dan vandaan? Hoe ziet dat eruit? Nou, op dit moment hebben ze natuurlijk ook heel veel in zakjes staan. Ze hangen wel op rekjes, want als mensen zeg maar binnenkomen, die moeten dan kunnen zien en kunnen kiezen. Iemand die het eigenlijk nodig heeft, die komen dan van de vluchtelingenwerk of van een organisatie waaruit na te checken is dat echt iemand is die daar behoefte aan heeft. Ga jij nou zelf ook wel eens naar een kledingbank of mag jij daar als ontzettende welgestelde wethouder niet naartoe? Nee, het zou natuurlijk ook een beetje raar zijn. Om daar als je goed inkomen hebt gebruik te maken van gratis kleding. Een goede doelavond kan natuurlijk niet alleen overleven op het overmatig alcoholgebruik van een steeds joliger wordend publiek. De bar is namelijk gratis. Het aanwezige publiek is sponsor Ronald Kip, regionale netwerkkoning, ook eeuwig dankbaar voor het leggen van de gouden eieren. Hebben jullie ook geld gedoneerd dan voor de kledingbank? Dat moet ik nog doen, maar wij hebben wel de publiciteit gegenereerd door hier aandacht aan te geven in een nieuwsbrief die naar 7.500 ondernemers in Zuid-Holland-Zuid gaat. Ja. Jullie hebben dus inderdaad dit evenement gesponsord. Ja. Waarom heb je voor dit evenement gekozen? Omdat de kledingbank is betrokken. En wij staan achter het goede doel, de kledingbank. Hè. Mensen helpen die in een wat moeilijke sociale positie zichzelf moeten voortbewegen uiteindelijk. Iedereen heeft zich extravagant uitgedost voor deze kledingfuif. Al heeft assistent Thomas het beste van de kledingbank voor zichzelf bewaard. Wat dacht je toen je vanochtend je oranje t-shirt aantrok? Ja, dat dacht ik ook toen ik jou zag. Ja, ik hou van Holland. Ik heb hem pas om 5 uur aangetrokken trouwens, maar dat maakt niet uit. Maar wel speciaal voor deze avond. Ja, uiteraard. Ja, natuurlijk. Ja, 5 euro bij de Wibra, dat ken ik wel kwijt. Terwijl assistent Thomas maar 5 euro uit zijn portemonnee haalt voor een t-shirtje, laten de feestgangers de glitter-euro's rijkelijk rollen voor het goede doel. 3835 euro. Dankjewel allemaal. Ja, ik vind het geweldig. Ten eerste wist ik helemaal niet dat dit opgezet zou worden in eerste instantie. Toen ze me benaderd hebben dacht ik, oh wat lief van die meiden. Maar als er dan zoiets uitkomt van 3800 euro, dat is toch wel heel erg geweldig. Wat ga je eigenlijk met het geld doen? Hoe gaan jullie besteden? Nou, als we een nieuw pand hebben, gekregen waarschijnlijk van Trivieren, dan gaan we het besteden als kledingrekken en nog kastruimte. En hebben we dan nog over, dat hopen we, dan ga ik er nieuw ondergoed en dat soort dingen, en sokken en zo. Want dat heb ik wel tweedehands, maar dat is nooit zo... prettig voor de mensen natuurlijk. Ik ben benieuwd wat voor glitteronderbroeken onder de feestkleding van ons duo zitten. Gelukkig houdt onze Dordtse kledingheilige het een stuk kuiser. Het meeste hebben we gezinnen met jonge kinderen, want die kosten natuurlijk het meeste. En die kinderen die gaan naar school, die willen ook wel graag leuk eruit zien. En dat is best een hele opgave om dat tegenwoordig voor elkaar te krijgen. Ook al heb je gewoon inkomen, maar het zijn vaak ook mensen die helemaal geen inkomen hebben.
Dus die, dat is de grootste groep. En, maar hij groeit zo hard, die kledingbank, dat we zelfs ook ouderen, alleenstaanden, nou ja, je, van allerlei mensen krijgen we binnen. Kan je eens omschrijven wat het gevoel is wat je krijgt als je die mensen aan kleding helpt? Dat is niet te beschrijven. Die mensen zijn zo dankbaar vaak. Dat is echt heel erg leuk om te doen. Maar hoe uitzicht die dankbaarheid bij die mensen? Komt er wel eens een traan in iemands oog? Soms worden we gezoend. We krijgen kaarten opgestuurd van bedankt voor jullie tijd en aandacht en hulp. En voor de kleding natuurlijk, uiteraard. Ik heb gehoord van de voorzitter dat mensen soms tranen in hun ogen hebben. Dat ze zo blij zijn dat ze geholpen worden. Wat doet dat jou? Heeft heel goede gevoel. Echt. Om mensen naar mensen te helpen is prachtig. Is een, ja, met woorden kan ik dat niet vertellen. Ik geloof gewoon dat we, als we met z'n allen samenwerken, dan kunnen we de wereld gewoon een klein beetje beter maken. En ook als het maar een klein beetje. Ja, dat is waar ik in geloof. Als je nou deze avond in een one-liner zou moeten vastleggen, wat zou het deze avond zijn? Hartverwarmend. Ja, ik ken er van jou nog wel een hoor, een one-liner. I resist to participate the crisis. Kijk, dat vind ik een goeie. Nu haal je geld en kleding op voor armlastige mensen die de crisis niet overleven. Ja. Volgens mij klopt er iets niet helemaal. Een beetje tegenstrijdig, hè? Maar je kan toch niet je naast de mensen laten zitten? Ik gooi zelf kleding nooit weg. Ik geef altijd aan anderen die het nodig hebben. Of die het niet nodig hebben misschien, maar die gebruiken ook twee tweedehands kleding. Dan geef ik ze weg. Ik gooi nooit kleding weg. Dat zou natuurlijk hartstikke zonde zijn. Nobel hoor. Piet, even een hele andere vraag. Zou je uit de kleding gaan voor de kledingbank? Nou, dat gaat me toch wel heel ver, eerlijk gezegd. Dat gaan we door zijn publiek ook niet aandoen hoor, Piet. Ja, ik vind het wel leuk dat ik hier vanavond op deze manier een bijdrage aan mag leveren. Ga jij uit de kleren voor de kledingbank? Ik heb een hele tas vol staan thuis voor de kledingbank. Ja, dat is thuis. We zijn nu hier. Ga jij uit de kleding? Ik ga uit de kleding als jij uit de kleding gaat. Wat trek je uit dan? Ja, alle. Nou ja, alles. Ik heb gezegd dat ik trots op je ben. Ja, nu? Ja, inderdaad. Ik weet niet, heb jij eigenlijk al een bijdrage gedaan? Nee. Misschien is het een idee om uit de kleren te gaan voor de kledingbank? Oh, Mara. Dit is toch wel erg naakt. Zullen we gaan? Hallo. Waarom ga jij niet uit de kleding? Oh, kijk, ja hoor. Oeh, de rust. Dames en heren, pas op hoor. Het kan uitzwenken. God, het zit er allemaal in, joh. En je hoeft mijn gezicht niet om te spugen, hoor, met al die zalm. Wat zegt hij? Oh, wacht, het raampje naar beneden. Hallo, voorkom. Okay. Nou, hartstikke leuk. Chocolademuntjes. Hartstikke leuk, al die rommel wat er allemaal in zit. Hartstikke gezellig. Nee, het is hartstikke leuk. Hartstikke maar anyway, zo, ik heb wel gelachen. Jij? Ja, ik ook. Ik heb gelachen. Alleen die kleding uit voor die kledingbank is al een beetje koud. Ik denk dat we gewoon moeten gaan. Het was een leuk feest. En, ik denk het ook. Op naar de volgende party. Op naar de volgende party. Okay. Even de lampjes aan. Oh, dag Fokko. Volgende week dan zijn we weer. Mara zal dan overigens in aangeklede toestand op tv verschijnen om verslag te doen van de reunie van RTV Dordrecht. Dan kunt u lekker wegkwijnen bij alle sterren die uw lokale televisiestation door de jaren heeft voortgebracht. Tot dan. Is het de bedoeling dat dit naar de kledingbank ging?